Vandaag is het zover. We gaan een trip down memory lane maken. En dat heeft alles mee te maken met de game die volgens mij vandaag ook uitkomt. Battletoads. Hij is beschikbaar op Xbox Game Pass. Sorry, het is geen Game Pass woensdag, maar deze game kon ik absoluut niet laten schieten. Battletoads, ik heb het vroeger zo ontzettend veel gespeeld op de Super Nintendo. Ik was er ook zo belachelijk slecht in. En dat was natuurlijk een tijdperk waarin sidescrolling beat-em-ups helemaal hip waren, weet je wel. En je ziet dat het vandaag de dag weer een beetje terugkomt. Streets of Rage 4 hebben we natuurlijk gezien. Cuphead is daar een beetje een afgeleide bijvoorbeeld van. Maar de games komen meer en meer terug. Nu dus ook Battletoads. En om heel eerlijk te zijn, afgelopen vrijdag hebben we natuurlijk Turtles in Time gespeeld. Wat een van de allervetste Ninja Turtles games ooit is. Ook een van de beste sidescrolling beat-em-ups ooit. Maar heel stiekem vond ik Battletoads vroeger altijd veel toffer. Het zag er net wat, ja, vet eruit, naar mijn mening. Die animaties van de Battletoads zelf, waarbij hun ledematen natuurlijk veranderen in allerlei andere zaken, vond ik echt prachtig om te zien. Stiekem was ik eigenlijk meer een Battletoads fan dan een Turtles in Time fan. En nu is de reboot hier. En ik denk dat het gewoon tijd is om deze te gaan spelen. Kijk met me mee. Ja, daar zijn we. In Battletoads. En ik heb even een nieuwe save game aangemaakt. Want ik heb de game uiteraard natuurlijk al gespeeld voor GameKings. Dus we beginnen gewoon heel even opnieuw. Zodat er ook niet te veel gespoild wordt. Niet dat dat echt een ding is, maar maakt ook niet zo heel veel uit. We beginnen gewoon bij het begin. En mijn favoriet is gewoon Rash. Deze. Hele stukken bril natuurlijk. Oh no! It's the mega famous Battletoads, including Zitz, the leader, Pimple. De voice acting is trouwens echt heel slecht. Don't forget best kisser. Enough talk. It's time to best kisser. Why are you the best kisser? Maybe because I practice on my hand all the time. That just means you're the best at kissing your hand. Come on. There's more boys outside. Ik gooi er bijna mijn koffie om. Here we go. Smeel op. Oké, hier zijn we in de game. Uiteraard heeft het die echte Battletoads humor. En vuisten die veranderen in andere zaken. Hij is niet zo pittig als het origineel. Althans niet op de normal setting. En ik denk dat dat ook maar voor het beste is. De artstijl. Ja, dat is een beetje een dingetje. Ik vind hem erg mooi. Het ziet er echt insane uit. Super kleurrijk ook. Maar of het echt Battletoads aanvoelt, dat betwijfel ik een beetje. Maar misschien moeten we dit ook meer zien als een reimagining dan een echte sequel. En toch zien we een beetje weer een comeback van dit soort type games. Want we hebben onlangs natuurlijk ook Streets of Rage 4 gehad. En je hebt hier enemies dus met een schild. Het schild moet je eerst onschadelijk maken door een heavy attack te doen. Die moet je laden, dus het is niet zomaar even ei indrukken, die moet je even inhouden. Boom. En nu wissel ik even van character. Zo zie je dat, als je wisselt van character kan je trouwens ook nog bijdragen aan je combo. Ja, deze moves weet wel. Je kan dodgen met RT, de right trigger. Oké, we gaan voor Zitz. De muziek, ja, ook wederom niet slecht, maar wel heel anders. En ook daar weet ik nog niet echt goed wat ik ervan vind. Ja, dat weten we. En deze vliegjes moet je eten om leven bij te krijgen. Look out. Porkshank. Join my gang or die. We offer competitive wages, dinner insurance, and paternity. No way, Porkshank. Oké, kom maar op. Je wilt... Ah, ik wou zeggen, je wilt niet door hem geraakt worden. Want hij blijft doorslaan, zeg maar. En dan kan je niet meer ontwijken. Kijk, zodra dat uitroepteken in beeld verschijnt, moet je echt uit zijn buurt blijven. Yo. Hey! Ah, ik stond er ver voor. Ik stond niet op dezelfde lijn, dus hoe kan hij mij nou raken, joh? Hij heeft wel aardig wat damage nodig. Maar dit is er nog niet, hoor. Is dat het? Nee. Look, an instantly gratifying victory ceremony. Was een paar keer goed geraakt ook. Oh, deze gasten zijn zo vervelend. Heeft een aanval die je niet kan blokken of wat dan ook. Dus moet je wel voor oppassen. En dus daarom moet je deze tong move doen. Als je left trigger doet, daarmee bestuur je tong. Je kan daarmee in de toekomst nog veel meer andere dingen. Maar daarmee kan je hem dichtbij je trekken. Oh. Ai, 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 ai. Dus je kan hem met je tong naar je toe trekken. Of je kan jezelf naar hem toe bewegen. Dit moet je dus doen om zijn schild te breken. Oh. Hey, Oh, je doet zo weinig damage, jongen. Het gaat dus ook om combo's maken. Aan het einde van het level krijg je een score, zoals je die wel kent, de welbekende S-rank bijvoorbeeld. Dat zit er hier ook in. En dat krijg je voor elkaar door bijvoorbeeld gewoon heel veel combo's te maken. Daar kan je de knoppencombinaties uiteraard voor gebruiken, maar dus ook de Battletoads door ze continu uit te switchen. Dat zijn de collectibles, daarvoor moet je de 5 per stage vangen. Ze zitten af en toe goed verborgen in de achtergrond. Nou, deze was vrij opzichtig. Ah, kom op. Hè? Die wilden ze echt niemand achter je hebben, want dat, die kan ook echt je aanvallen opbreken namelijk. Dus probeer jezelf altijd zo te manoeuvreren dat je al je vijanden in één hoek hebt staan. En dan gewoon helemaal los gaan, man. Een paar van deze animaties doe je misschien een beetje denken aan Cuphead. Maar daar komt het natuurlijk qua kwaliteit absoluut niet bij in de buurt. Ik ben toch wat meer van de snellere Battletoads dan Pimple. Die is erg sterk, maar bijzonder traag. Kijk, hier zit er bijvoorbeeld nog zo eentje. Oké. Okay. Oh my god. Ah, waarom bewoog hij niet? Wat gebeurt hier? Hij staat elke keer naar boven. Huh? Oh my god! Nee! Wat is dit, joh? Oh my god. Pimple's dood. Pimple's down. Huh? Raakt hij me nog? Wow. Hoe kan hij? Met zijn rug naar me toe mij met die uppercut elke keer raken. Hupsakee. And so I finally pass into the afterlife. Wait, there's nothing here. Make the most of the time you have. De humor is af en toe een beetje flauw. Klein beetje flauw. I don't think he's coming back this time. Who else looks to be him? On with the celebration! Oké, dit is dan wel weer een beetje funny. Tony, cut the word. There's friggin' frogs in here. Who is this guy? Hang tight, frogs. We're gonna get you out of that bunker. Bunker? We are gods! We are... No, not this time. Just me. Kijk, bam. 2 keer een S-rank, 0 keer een A-rank, 2 keer een B-rank. Ah, het is oké. Spider news, we've all heard of Toad in the hole, but Toads in a hole? Julie Saturn Rings has more. Thanks, Zurb. Sounds bizarre, but that's exactly. Dit ziet er echt uit als gewoon een cartoon, toch? Als je nu de tv aanzet, Cartoon Network, het ziet er precies uit zoals dit. Years in a fantasy bunker? You'd have to be gullible not to figure that one out. So, frogs, how you feeling? Stupid? We're not frogs. We're toads. The Battletoads. We're famous superheroes. This just in. No, you're not. This has been Julie Saturn Rings asking, what are they going to do now? Oh, Jezus. Ik was dit alweer bijna vergeten. Dit is echt gruwelijk. Ja, een beetje masseren voor punten. Mooi toch? Echt belachelijk. We gaan voor die S-rank. Deze game neemt trouwens zichzelf heel erg vaak op de hak. En dat is funny. Dat doen ze goed. Is dat nou Sea of Thieves? Ja, zeker. Over Rare natuurlijk. Ook echt dat CSI of Law & Order geluidje. This is the Dark Queen we're talking about. Remember? She nearly destroyed the galaxy, I think, but we beat her up, which sent her and I want to say spinning into space. We can do it again. Who's in? Zitz, Pimple, Pimple, Zitz. Sorry, Rash. I'm a masseuse now. My fists are for pleasure. And I'm lead attacher at the EMF factory. We're moving on. Moving on to what? Our sink is busted, the pipes are frozen, there are train tracks in our living room! No. We have good jobs and a roof over our heads. I'm not ready to get captured again. Well, I'm not ready to be irrelevant. I'm not ready to live my life as just another toad. But mostly, I'm not certain that I could. Okay, Rash, we're in. Let's go build you a brand new audience. You really mean it? Damn right I do. Now, where do we find the Dark Queen? Not where. When? Time travel? No, we'll leave when I've cleaned myself up. Then we're renting turbo bikes, baby! Turbo bikes. Battletoads reboot! Huh. Okay. Oké, deze gaan we uiteraard nog heel even spelen. Dit hoort bij Battletoads. Oké, dit is op het begin nog vrij makkelijk. Maar hij wordt wel redelijk pittig hoor. En het duurt ook wel lang, moet ik zeggen. En hoe dichter je bij de dingen springt of ontwijkt, hoe meer punten je pakt. Klein risicootje in je spel leggen natuurlijk. We gaan voor die highscore, baby. hebben hier ook weer 3 levens natuurlijk. Oké, die hebben we. Huh? Hebben we hem nou wel of niet? Ik reed er toch overheen? Oké, misschien moet ik deze een keertje spelen op de allerhoogste moeilijkheidsgraad. En dat streamen of ook een YouTube video maken of zo. Ik denk dat wel lach is. Oké, het gaat oké so far. So far so good. Richting het einde wordt hij echt heel vet. Dan zit je bijna in een soort van hypnose te kijken. Te staren naar je scherm. En alleen maar reageren op wat je ziet. Ah! Ach, jezus. Kijk, hij begint nu ietsje spittiger te worden. Maar we zijn nog niet hoor. Battletoads, it's Chet from Chet and Son's Turbo Bike Rental. My sensors indicate you're driving like a bat out of heck, and dang it, if you don't slow down, I'll have my son post nasty rumors about you on the galactic internet. On the galactic internet. But they're mean as dirt and itching to embarrass you. Hope it doesn't come to that. Ja, volgens mij zijn er 3 stages in totaal die we nu hier gaan doen. En vroeger op de Super Nintendo kon ik dit echt voor geen ene meter, man. Ik weet niet of dat de leeftijd was of puur dat ik gewoon slecht ben in dit soort games, maar... was ook nooit echt het doorzetten wat dat betreft. Als het frustreerde, dan kapte ik ermee. Terwijl ik het wel heel vet vond. En dat heb ik vandaag de dag nog steeds. Denk ik een beetje. Daarom speel ik nog steeds geen Sekiro. Hoewel ik het heel erg vet vind. Oké, dit is nog steeds goed te doen. Je moet niet helemaal naar de zijkant gaan, want dan red je hem niet meer bij de volgende. Dit zijn de checkpoints. Ik ga vandaag trouwens iets heel vets doen. Niet gedacht dat ik dat ooit nog zou moeten doen. Maar mijn vader heeft een gaming PC besteld. Die uiteraard zelf in elkaar gezet moet worden. Ik kan niet wachten om daarmee aan de slag te gaan. Vroeger bouwde mijn pa zijn gaming PC zelf. En nu in één keer out of the blue, nadat hij Stadia een tijdje in huis heeft, had hij zoiets van... ik wil een gaming PC. Ik wil Microsoft Flight Simulator kunnen spelen. Don't trust obviously unstable anthropomorphic toads? Bingo. Het wordt best wel een vet systeem. Niet super high-end natuurlijk. Ik doe er een Ryzen 5 3600 in. Een B450 moederbord van Asus... van Asus Taf. En een GTX 1070. Nou, hij speelt niet hele grafische demanding games op Flight Simulator na natuurlijk. Maar dat moet kunnen draaien met die grafische kaart. Oké, nu moet ik wel heel even gaan concentreren. Want we hebben al 2 KO's! Nee! Ah! Daar was... ah, kom op. Die was... wat? Die zijn allemaal niet raak, joh! Dan ga ik er vlak langs. En dan wordt hij geraakt. Die hitbox slaat nergens op. Ja, nu heb ik weer nog maar 1 leven. Dit moet in één keer goed gaan. Oh my god. Oeh. Don't mess it up. Oké, dat is de checkpoint, dat is mooi. Oh my god, ik maak... Nee! Oh, ik maak zulke domme fouten, man. Oh shit. Ah, nee! Opperste concentratie, jongens. Oké, volgens mij gaan we nu de laatste stage in. Ja, dit is de laatste stage. In één keer goed, let's go. Kom op. Oké, nu is het nog redelijk simpel. Checkpoint, ja, dit was natuurlijk het makkelijkste gedeelte. Kom op, in één keer. Let's do it. Yeah boy! Volgens mij is dit het laatste gedeelte. Ah, nee joh. Die was toch gewoon goed? Oké, nee, hier komt het laatste gedeelte dan. Elk checkpoint krijg je levens weer terug. Kom op, dat kan niet, man. Die hit detection is af en toe echt... Ligt natuurlijk niet aan mezelf, hè? Dat weet je. What's he so worried about? The bikes look literally the same as when we started this journey. Daar kon je op wachten. Inkoppertje natuurlijk. Jongens, dit was de Battletoads video. En ik ga het hierbij laten, want ik denk dat eerste level en deze turbobikes in dit level. Dat is een beetje de essentie van Battletoads. Dit is wat je kan verwachten van de game. Vind je dit vet, dan is deze game absoluut iets voor jou. Je kan dit co-op spelen met vrienden. Alleen couch co-op helaas. Er is geen online multiplayer. Om een of andere reden hebben ze dat eruit gelaten. Ik kan nog steeds niet bevatten waarom ze dat ooit zouden doen. En wat daar de reden voor kan zijn. Want Battletoads moet je gewoon spelen met vrienden. Dat maakt het echt 10 keer vetter. En iedereen speelt toch tegenwoordig online. Xbox is nota bene de grondlegger van online gaming op de console. Heel raar dus. Zeker omdat Rare bijvoorbeeld wel een hele andere superpopulaire multiplayer titel heeft. Sea of Thieves. Dat kennen we natuurlijk ook allemaal. Ja, een beetje gek verhaal. Maar dit was Battletoads. Te verkrijgen op Game Pass. En iedereen die dit vroeger heeft gespeeld, die moet het absoluut ook weer gaan checken. Nieuwe spelers. Kijk of het iets voor je is. Hij staat op Game Pass, dus het kost je in principe niks extra's dan wat je al betaalde. En ja, ik geniet er enorm van. En ik blijf dit gewoon spelen en gewoon steeds hogere scores halen. En vooral beter worden, want ik moet echt beter gaan worden in dit soort games. Jongens, dit was de video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.